Het maakt niet uit hoe het nieuw kiessysteem eruit zal zien. Maar kandidaten van de Partij Lahore en ABOP gaan samen op één lijst op de volgende verkiezing meedoen en er zal regeermacht worden verkregen. Dat hebben de leiders van de ABOP en de PL dan ook duidelijk kenbaar gemaakt bij de viering van Javaanse immigratie in het district Kommerwijnen. Aan parlementariër Patricia Etnel van de NPS vroegen wij om een reactie hierop. En aan haar vroegen wij hoe elegant dit is naar de VHP toe. Daar zij coalitiepartner VHP toe, daar zij dan de regering vormen. Etnel die ging er als volgt in hierop. Nou, het is het goed recht van denk ik de leiders van zowel ABOP en PL om dat te zeggen. Het is een goed recht, wie wil nog geen regeermacht hebben. Maar de beslissing dat je dat moet krijgen ligt bij het volk. Dus als het volk zegt ja, je krijgt het, dan ga je het krijgen. En zoals ik zie hoe deze regering het land bestuurt, dan betwijfel ik het heel erg. En ja, dan zou ik zeggen, kijk, je kan over heel veel dromen. Je kan over heel veel dingen zien en waarzeggers zijn. Maar als het een valse droom is, of een valse waarzeggerij of een waarzegger, dan komen die dromen niet uit. Dan komen al die voorspellingen niet uit. Dus belangrijk is dat de leiders van AWOP en PL goed in hun glazen bol moeten kijken. En ze moeten goed kijken of die samenleving achter ze staat. Want als het volk niet op ze stemt op 25 mei, dan kunnen ze met elkaar op een lijst staan. Apart op een lijst staan, regeermacht krijg je dan niet. Dus dat is een belangrijk gegeven aan de PL en de ABOP, maar ook aan alle politieke partijen hoor. Kijk, je moet die samenleving achter je hebben. Als die samenleving het geloof in je hebt, of geloof in je heeft, om het zo te zeggen, nou, dan krijg je regeermacht. Toch? Als je met de juiste verhalen komt en niet steeds gangster uithangt op een podium, alsof je iedereen wil aanvallen, weet je, als ze wat zeggen, dan gaat het volk respect voor je hebben. Wat leiders moeten begrijpen vandaag, die samenleving die we hadden in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw en de jaren 80, 90 van de vorige eeuw, die hebben we niet meer. We hebben een totale andere samenleving die van alles op de hoogte is, die steeds herhalingen via Facebook krijgt. En die steeds op Instagram is, die steeds bepaalde dingen volgt. Dus het is heel erg belangrijk dat die samenleving weet wat er gebeurt. En ze kunnen een juiste keuze maken op basis van een zekere balans. Dus laten we niet te vroeg juichen. Laten we niet het kruid verschieten voordat we weten dat we Masuta bovenroepen. Maar laten we ervoor zorgen dat we die samenleving achter ons krijgen. En dan weten we als politieke partijen wat we wel hebben en wat we niet hebben. Maar hoe elegant is dat naar coalitiepartner VHP toe? Okay. Om de ambities nu al zo bekend te maken, terwijl jullie nog één coalitie vormen? Nou kijk, beide maken hun ambities bekend. Ik bedoel, de VHP maakt toch ook zijn ambities bekend dat ze 32 zetels willen hebben. Dat ze algehele legeermacht willen hebben. Ze willen met niemand meer samenwerken. Ik bedoel, iedereen mag alles willen. Het volk gaat je zeggen wat ze willen. Toch? Dus het heeft niets met elegantie te maken. Ik denk dat ze elkaar begrijpen. Ik denk dat de heer Santoki ook weet dat we aan de vooravond zitten van de verkiezingsstrijd. Toch over enkele maanden schieten wij het jaar 2023 weg. Het is heel snel gegaan, we leven al in augustus. Toch, we hebben nog enkele maanden te gaan. En dan schieten we 2023 weg. En dan gaan we 2024 in, dat wil zeggen, een jaar voor de verkiezingen. Nou, iedereen gaat los. In die zin van politieke partijen gaan we dat laten zien. No amano sabtrama moro. Ze zijn geen partners meer, dus we zijn zo de day. Dus ik denk dat ze het begrepen. En als ik zeg, de ene wil 32 zetels, die andere wil algehele regeren, dan wordt het spannend. Dan wat blijft er voor de rest over, dan doet hij nog. Maar nogmaals, de samenleving, de burgerij, die heeft het laatste woord. Dus laten we kijken wat het wordt op 25 mei.
Ik ben blij dat u aangeeft dat er slechts nog enkele maanden over zijn gebleven in dit jaar. Mevrouw Etnel, we zien dat ook tot nu toe in die 8 maanden dat we er zijn, de regering die verlichting niet heeft kunnen brengen voor het volk. En ze gaan het ook niet kunnen brengen. En weet u waarom? Kijk, de president is met andere dingen bezig en niet gericht op die samenleving. Ik heb het vaak in interviews gezegd. Kijk, ik zie de president zeggen, er komen projecten, er gaat nu geld, er is geld, er gaat geld uitgegeven worden. En wat ik zo vreemd vind van deze regering, of tenminste de huidige politieke partijen die de regering formeren, dezezelfde dingen hebben ze afgestraft voor de verkiezingen. Want precies zo was regering Bouterse 2 ook, toch? Regering Bouterse 2, precies zo waren ze ook. Kort 2019 begonnen ze een heleboel dingen te geven. Beertiewinkel, plotseling kregen mensen een heleboel pakketten. Er was plotseling geld om in verhogingen. Maar die dek Bapina volk. Ik vind, als je vanaf het begin goed beleid neerzet, hoef je niet te vriezen aan het eind van de rit. Want je gaat sowieso dan de vruchten ervan aflukken. Maar je pinavolk nodig. Elke dag klagen die mensen. Elke dag vinden die mensen het verschrikkelijk om nog hier in Suriname te wonen. Mensen rennen niet. Mensen vliegen weg. Ze vluchten niet. Ze vliegen. Als ze met een raket weg kunnen gaan, gaan ze met een raket weg. Want ze vinden een vliegtuig te langzaam. Zo erg is het dat die mensen niet meer in Suriname willen wonen. Toch enkel en alleen omdat ze niet geen toekomst meer zien voor hun kinderen in dit land. En dan wil je me komen zeggen dat je pas volgend jaar ga je dingen kunnen doen voor het volk. Nee, dat ben je toch erg, dat ben je verschrikkelijk. Want al die tijd had je het wel kunnen doen, maar nu wil je het pas in 2024 doen. En met welke reden? Dat je denkt dat je dan zetels gaat winnen? Nee, het gaat niet zo. Het werkt ook niet meer zo. Het is oude manier van politiek voeren. Wacht je te bijna einde dat je op tegen is. Maar dat is manier vergeet die. Vroeger was het zo van, oh, we vergeten nu. Die mensen vergeten niks. Deze tijd waarin we leven, het wordt met de dag erger. Dus het is één en verder nog. Deze president heeft niets gedaan om die verdiencapaciteit van het land te vergroten. En ik blijf het zeggen. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft niets gedaan. De president kan niet zeggen, dit is mijn track record qua het creëren en stimuleren van klein ondernemerschap. Hij kan dat niet stellen. Hij kan niet, hij is niet in staat dat te doen. Laat staan om te zeggen dat hij op macroniveau deze bedrijven heeft neergezet. Toch? We zitten te luisteren en te hopen dat wat de directeur van Staatsolie zegt, waar is dat we in 2024 de foreign direct investors krijgen. Maar dat betekent nog niet dat we geld krijgen. Ook al komen ze, betekent nog niet dat we geld gaan krijgen. Toch? Dus al die plannen met olie en gassen zullen pas na 2027 een feit worden. En misschien veel later zelfs. Dus de vraag natuurlijk is, wat doe je in die tussentijd? Wat heb je gedaan? Het is heel triest voor ogen wanneer je ziet dat er mogelijkheden zat zijn om dit land beter te ontwikkelen. Maar er wordt niet gekozen voor mogelijkheden. Weet je, deze leiders kiezen de weg van minste weerstand. De weg van minder diepgang brengen in het denkvermogen. Hey, zit snel, snel, tjentje, tjentje, wet snel. Dat ook al verhoogt, dat die ook al verhoogt. Dit steeds bij de mensen die al belasting betalen, nog meer de druk leggen. Het kan niet. Het kan echt niet. En als de regering stelt dat zij betere tijden zullen brengen, ik ben de mening toegedaan. Dat had je moeten doen vanaf het begin. Had je rustig bepaalde dingen moeten doen. Ondanks je wist van waar je kwam, had je rustig bepaalde dingen moeten doen. En dan had je het volk moeten leiden naar het proces van oké, jullie krijgen dit. Met de hoop dat we in deze periode een betere tijd kan vinden. Maar niet dat je nu projecten gaat doen enkel en alleen om een beetje populistisch over te komen. Het gaat niet werken. En dan wat was het dat jij de leider was die aan de maatregelen hebt genomen om nu te zeggen er is geld en je kan gaan verbrassen. Hoe? Het bestaat niet. Dus wat is de opdracht aan de regering van na 25 mei 2025? Nou, de regering die komt na 25 mei 2025. Moet een regering zijn die vanaf het begin af aan een duidelijk plan heeft om de verdiencapaciteit van dit land te vergroten.
En ik meen wat ik zeg. Het is het eerste waaraan we moeten gaan werken. Onze parastatale bedrijven moeten doorgespit worden. We moeten niet zomaar mensen in RVC zetten die we vanuit onze politieke een goed vinden. Daar zetten omdat Milo Basma met poten in mijn RVC. Omdat naar mijn neef, mijn nicht, mijn dochter, nou zo mijn zoon. Of mijn brada. Of mijn sa, of mijn masra, of mijn vrouw. Nee, we moeten mensen zetten die capaciteiten hebben, die kennis en kunde bezitten. En als je mij vraagt, moeten we sowieso gaan kijken naar de manier hoe die parastatale bedrijven gerund worden, als we dat niet anders moeten doen. We moeten stoppen om ons overheidsapparaat te zien als een opvangcentrum voor onze politieke loyalisten. Enkel en alleen om ze te accommoderen en dan zijn we daarna klaar en dan maken we die overheid tot een mammoet. Het is alle mammoet, we maken het tot een grotere mammoet. Dinosaurus. Ja, tot een dinosaurus maken we een bombige dinosaurus. Toch? Het is klaar, we moeten dat stoppen. Verder moeten we meer geloof gaan geven aan die Surinamers. Ja, en we moeten daadwerkelijk gaan kijken hoe we onze exportmogelijkheden kunnen vergroten. Te beginnen binnen de CARICOM. Te beginnen met onze buurlanden. Onze samenwerking met Brazilië moet geïntensificeerd of moet verbeterd worden. Moet versterkt worden. Ja, enkel en alleen om na te gaan hoe we samen bepaalde dingen kunnen oplossen voor die samenleving. Ja, kijken we naar Guyana. Wat kunnen we samen doen? En niet dingen gaan beloven aan Guyana. Net als onze visgronden. En tot nu toe geen duidelijkheid kregen daarover. De president zegt nog boe, nog ba daarover. Doet alsof die samenleving dat allemaal vergeten is. Het kan niet, is gods onmogelijk. Ja, we weten niet eens wat er met de Guyanese is afgesproken. We horen er komt een brug. Maar er is nog steeds geen duidelijkheid hoe de soevereiniteit is. Wie waar beheer en beheersdaden mag uitvoeren. Toch? Dus het allerbelangrijkste is, wanneer we met onze buurlanden willen samenwerken, laten we gaan kijken naar de meerwaarde. Laten we gaan kijken naar een goed beleid. Ja? Verder moeten we er ook voor zorgen dat onderwijs en volksgezondheid gegarandeerd is. Ik ben ook niet eens met alles wat er gebeurt in ons onderwijs, ook ten tijde van de NPS. Was ik er ook niet allemaal mee eens. Maar ik zeg, wanneer er ergens een goede zaad is neergezet, kijk, het doorstromen moet goed uitgelegd worden. Ik ben ook geen fan ervan, maar het geeft een bepaalde manier dat als we onze kinderen in het onderwijssysteem houden en dat we minder drop-outs creëren. Belangrijk is, we moeten gezamenlijk gaan kijken. Niet alleen maar naar een beter onderwijssysteem, maar hoe we onze leerkrachten kunnen empoweren. Want de mensen zijn gedemotiveerd. Heel erg, toch? Gedemotiveerd. We moeten gaan nagaan van wat kunnen we extra geven aan de leerkrachten. Maar ook aan de verpleegkundigen. Onze gezondheidszorg is vreselijk. Het is kapot. En deze regering heeft niets gedaan. Niets gedaan. We horen, we krijgen medicijnen uit India. Mooi. Toch? Maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen CARICOM, binnen Zuid-Amerika dan. Niet CARICOM, binnen Zuid-Amerika. Om ook medicijnen te krijgen binnen Zuid-Amerika. Dus het hoeft niet zo te zijn dat we moeten toejuichen en in de lucht springen alsof India de oplossing is. Er zijn meerdere mogelijkheden om het te doen. Maar het enkele wat we moeten doen is een goede diplomatie voeren. Dus uiteindelijk, wanneer we kijken naar de regering die komt na 2025, zeg ik, het moet een regering zijn die op basis van de waarheid gaat regeren. Niet op basis van, moet ik alleen, dan moet ik alleen, dan moet ze onthouden, want toch de economie bakken dat, die zei alleen, want wat hij of zij hier heeft gezegd, en als hem zijn hij tak bakken. Toch? Dingen beloven. Niemand moet meer komen beloven. Als je het niet waar kan maken, maak geen beloftes. Doe wat je waar kan maken. Ik ben de mening toegedaan dat we leiders nu moeten hebben. Niet alleen maar prediken dat ze van Suriname houden en van de Surinamers. En eeuwig gillen, God bless you all. God bless Suriname. Ik denk bij mezelf, dus we Amerikaanse president hier hebben. God bless. Toch? Asana, gado di segi. Weet je, God bless. Maar in ieder geval, de wet kan worden dat hij met gado segi sranang. Dat we meenemen naar ati. En omdat dat een takkie lek, dus maar moest lobby.
met kitaken aan ati, met gadosegisran aan boeleiders. En dan weten we dat we daar naartoe zullen gaan. En hoe verder met IMF na 2025? Ik heb het idee dat IMF als een soort boefactor, lekwam boeboelaas, wordt uitgebeeld alsof IMF de schuld is voor alles. Maar ik heb nog nooit IMF op de presidentsstoel zitten nog en op de vicepresidentsstoel. Je hebt als leider nog steeds de leiding van het land. En dan mag IMF je voorstellen bieden, IMF mag je zaken aangeven, maar jij hebt nog steeds het laatste woord in deze om duidelijk te maken waar je naartoe wil gaan. Belangrijk is, en dat is het allerbelangrijkste, IMF gaat ons niet komen vertellen wat we moeten doen en wat het recept is voor Suriname. Ze geven algemene formules weer, dat in elk land kan worden toegepast. Maar elk land heeft zijn eigen formule van ontwikkeling. Suriname ook. En dat is het jammerlijke van deze regering. Ik heb dat niet gezien. Toch? Ik heb het helemaal niet gezien. En deze leiders hadden een hele grote mond tegen Boutersen. Van hoe slecht hij was en hoe dit hij was met het land. Maar als ik kijk at the end of the road, zie ik weinig verschil. En dat is mijn probleem. Ik zie weinig verschil. Ik zie wel veel overeenkomsten. Zoals? Dat ze blijven accommoderen. Dat ze dingen blijven zeggen die eigenlijk niet op de waarheid berusten. Dat ze niet werken aan de verdiencapaciteit, maar steeds meer aan de uitgaves. Dat zoals de president Boutersen bijna 100.000 commissies heeft. Of had, heeft deze president het ook. Ja toch? En zoals de vorige president vond dat hij eigenlijk de taken van de ministers minder zou laten worden, heeft deze president het ook gedaan. Dat hij zelfs de vicepresident heeft uitgeschakeld. Dus hij is een tikkeltje hoger gegaan, een stapje hoger gegaan. Maar ik schakel niet alleen de ministers uit, maar ik schakel ook de vicepresident uit. Zo tof. Toch? En dat zijn dingen die ik heel erg vind, terwijl het land zit met problemen die onze aandacht vereisen en die vragen voor oplossingen. En ik vind het triest en jammer en ik ga het blijven zeggen dat die dingen niet worden gedaan. Te meer omdat deze president, meneer Santokki, en deze vicepresident, de heer Brunswijk, we hebben samen in de oppositie gezeten. En die 5 jaren, af was van de man betaki. Dus als de man betaki over haar regering. Wanneer meneer Santokki hier een toespraak hield toen hij in de oppositie was. Die man had voor alles een oplossing. Voor alles, er was geen enkel probleem die man niet kon oplossen. Nu, die man is president. Alles is verdwenen. Alles is, ja, we hebben een lange termijn visie nodig. We moeten nadenken. We moeten praten over de oplossing. Ik schrik. Ik denk, Migado Samsa, als je wil ben, wat kan je wil ben? Dan go kara je baka. Wat zijn is, wat gaan die go boom boom fout? Toch? Wat doen? Ama ik goi naar binnenland. Samane tegen de smadrape. Ik ben al ready. We gaan exporteren Atjoni. Wat de tweede stad. Huh? Atjoni, mi brief Atjoni, dat is een stevige stad. Dat is een stevige stad. Er is niet eens een bank op Atjoni gekomen. Niet eens een goede hotel is er op Atjoni gekomen. Maar Atjoni zou de tweede stad worden. Tegen dus maar jullie producten zijn het beste. Atama presenteert een oplossing voor a landbouw, voor de manier hoe we productie moeten stimuleren. Boy, amabe apa formule pe brakseri ay boy. In soort situatie is a formule ook. No de mino sap saman do wat sref a lactogin sa bibe dringi. A formule dat moro tranga. Dat me tegen ik, maar dat no de niks nada. En dat is een trieste situatie. Wanneer we in die oppositie staan, hebben we een heleboel oplossingen. Wanneer we in het machtscentrum komen, zijn we alles vergeten en ik vraag me af waarom. Het is erg dat we dat doen met die samenleving, want dat betekent dat je die mensen voor de gek houdt en dat mag niet.